Nou Job, daar staan we weer. Weer 90 minuten op de klok. Redelijk matige eerste helft. Vat ik het nog goed samen en een prachtig hersteld tweede helft? Ja, denk jij ik mag wel. Het zeggen. Ja. Als je 2 achter staat in de rust en je weet om te draaien tot 3-2. Ja, dat zegt wel iets over het karakter binnen ons team. Kijk, uiteindelijk zijn we wel wederom meer de bal in de eindfase. Ik heb geen moment gehad van het wordt 3-3. Ik zag duidelijk de tweede helft, de wil om te winnen. En, ja. Ja. Het is altijd moeilijk, hè? Wat is dat, hè? De wil om te winnen? Moet je zeggen, wel een team inderdaad, misschien is dat wat je bedoelt, die voor elke meter vocht, veel in duel kwam. Ja. Vaak als winnaar uit dat duel kwam. Ja, dus dat hebben we als team, als collectief heel sterk gedaan. Ja. Prachtige serie. Ja, 3 hè? Ja. 3 van de 4 inmiddels. 9-3. En volgende week uit naar Kloosterhaar. 9-3 inderdaad, ja. Ja, volgende week Kloosterhaar. Zal ook geen makkie worden gezien het verleden. Maar dit biedt hoop. Heel veel hoop. Absoluut, nee. Goed, jij zegt, voor ons is geen enkele wedstrijd een makkie tot nu toe. Maar goed, we zijn wel denk ik prima de middenmoot. Ondanks dat alles dicht bij elkaar staat. Ja. We hebben 24 punten. En wat jij ook in de voorbeschrijving vertelde. Als kleinste club in de derde klasse met 24 punten. Dat is gewoon een heel groot compliment voor de groep, voor het team en de staf. Dus ook een compliment voor jou. Nou ja, gefeliciteerd. Doen samen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En we zeggen, drink daarin op. Gaan we doen. Een colaatje. Komt goed.